ik werd vandaag wakker met heel veel troep van Mokum. Ik was al vannacht wakker geworden trouwens daarvan. Maar ik dacht, ja, ik ga het niet nu opruimen. Dus ik heb gewacht tot vanochtend. Ik heb het nu opgeruimd. En ik ga zo hier weer weg. Dat is hartstikke gezellig. En dan rijd ik door richting een plaatsje in België. Ik weet nog niet precies meer waar. Namur, Namen. Ja, dat is het. En dan ga ik daarheen. Na een hele lange rit en sokken in mijn slippers, ben ik bij mijn moeder aangekomen. Hier is de auto. Maar ze weet nog niet dat ik hier ben. Ik ga er nu verrassen. Nee, maar ik zie er niet uit. Nou, en ik wel. En ik? Ja. Ja. We waren ooit kapot. De enige nieuwe is mijn stitchvest. Ooit waren we mooi en modieus. En nu? Nu leven we in campers. Een tiny house. Tiny house. Vandaag ga ik mijn vader, mijn zus en mijn vriendje verrassen. Dus super veel zin in. Ik ga eerst naar mijn zus Lotte op de werk. Daarna naar mijn vader op de werk. En dan naar Dennis in Amsterdam Noord. Mokum, ga je mee? Mokum. We gaan lunchen bij George Amsterdam. En die hebben we even iets kleins voor in de avond. Of kleins, zelf iets gemaakt voor de avond. Ik ben weer aangekomen bij moeders. En die is aan de klus. Heel goed. Net zo heel goed. Oh. Naar de kringloop en daar heb ik een hele mooie zwarte pantalon gekocht. Ik heb even de jas van mijn moeder aan en ik heb daar een leuke mok gekocht. Ik zal hem even laten zien. Wacht, ik laat het zo zien. En die kan ik dan ook lekker als soepkom gebruiken. Mokum achter op mijn rug. En ik ga nu met Julie, mijn zusje, het is nu 9:00 AM, en haar hondje en Mokum een rondje lopen. Daarna ga ik lekker de camper schoonmaken bij mijn andere zus. En even samen lunchen, denk ik. Vanavond ga ik met hun sporten, waarschijnlijk. Zij sporten elke donderdag. Dus ik ga, denk ik, meedoen. Ik ga helemaal doodgaan. Ik heb al een tijdje niet gesport. Dus ja, daar heb ik zin in. Maar ik heb nu moes te koop staan op Facebook, want ik wilde kijken wat ik mensen zouden over hebben voor zo'n campertje als moes, want hij is helemaal compleet natuurlijk, compleet nieuwe solar set, compleet nieuw elektrisch systeem met allemaal dure apparaten. Nou goed, alles staat op Facebook. Wonen op wielen onder andere, als je zou willen kijken. Hij heeft natuurlijk een douche, een wc, hij heeft een boiler die werkt, dus ik heb warm water. Ik heb een hervulbare LPG-tank, ik heb een achteruitrijcamera, een fietsenrek. Ja, eigenlijk alles. Alles wat je nodig hebt om off-grid te staan, heeft moes. En het is dan ook nog eens een leuk vintage campertje. Met allerlei nieuwe onderdelen. Dus, ja. Als je geïnteresseerd bent, kijk maar even op Wonen op Wielen. Of op Sophie Naberman. Je kan me altijd contacten. Ook via mail sophienaberman@gmail.com. Je kan me altijd even een vraagje stellen.
wandelen met onze slaaphoofden. Kijk, mijn haar is heel raar. Mijn ook, dus ik heb een knot in. Moes bij de wasstraat. Oeh, mijn haar zit nog steeds helemaal verwilderd. Ik ben bij mijn zus en ik heb de camper schoongemaakt en boodschapjes gedaan. En dat was het. en vanavond blijf ik hier eten, ga ik iets koken. Lekker, wat ik wel vaker maak bij mijn moeder eigenlijk altijd. En ja, dat was het. En ik heb alweer 2 mensen die komen kijken naar het campertje. Of tenminste eentje een concrete afspraak gemaakt en nog 2 anderen die zijn wel geïnteresseerd. Misschien maak ik daar ook nog een afspraak mee. Maar het is meer gewoon om te kijken. Ik wil hem niet per se kwijt natuurlijk. Het heeft ook emotionele waarde. En ik zit heel erg te twijfelen. Want misschien, ik vind hem zelf natuurlijk zo leuk. Ik heb hem zo erg opgeknapt met iedereen die me heeft geholpen. Maar ja, anderzijds, ik ga wel weer in Amsterdam wonen. Ik ga gewoon werken. Dus hoe vaak ga ik hem nog gebruiken? En dan staat hij wel buiten in de winter. Dus ja, dingen waar ik over nadenk. Belt. Morning. Ik heb net heerlijk gedoucht en gekleed. En nu wacht ik eigenlijk dat ik weg ga voor de bus. Het is 9:15, om 9:00 ga ik hier weg. Bij mijn zus weg hier. Ik sliep gewoon in mijn campertje. En dan ga ik naar Amsterdam met de bus. Niet met mijn bus, met een gewone bus. Want ik ga ontbijten met Cindy, heel gezellig. Dat heb ik ook natuurlijk al lang niet gezien, vriendinnetje van mij. En daarna, zij moet daarna werken. Dus ik dacht, ja, wat ga ik dan doen de rest van de dag? Maar misschien dacht ik, misschien ga ik wel naar een museum. Dus daar ga ik even over nadenken. Gezellig ontbeten met Cindy. Leuk om elkaar weer te zien en te spreken. En nu ga ik met de camper naar opa en oma. Ik had de bus weer teruggepakt. Ik had eigenlijk geen zin. Het was hartstikke mooi weer. En om dan door de stad te lopen. Ze gaat dan liever in een park zitten of zo. Maar ik dacht ik kan ook naar mijn opa en oma toe gaan. Lekker in de tuin zitten. Dus dat ga ik doen. Ik heb hem ook mee. Oh, niet zo handig met 1 hand. Dus tot zo hè, bij opa en oma. Gaat die nu wel op? Lekker bij opa en oma. Ja, deze wel. Deze is geen trouwring. Deze. Die. Nee, hè? En die ook niet. Oma probeert de trouwring op te krijgen om te laten zien, maar het lukt niet. Ze krijgt hem niet op. Kan je nou met die schoenen rijden? Ja. Oh ja, dat dan voor. Ja. Morning. Het is alweer bijna middag. Ik ben met mijn omaatje. En ik was gisteren dus bij mijn opa en oma. Toen in de avond doorgegaan naar Langedijk. Nee. Naar mijn tante en oma. Jeetje mina, ik ben afgeleid. Met mijn tante en oom, daar heb ik geslapen op het pad. Ik kon ook binnen slapen, maar ik vind het heel fijn. Dan heb ik alles voor Moken, dan ben ik niet bang dat Moken stoelen sloopt van hun ofzo. Kijk, kippen. Praat oma. En nu ga ik met oma naar de kringloop, want ik ben op zoek naar een kastje. Het is eigenlijk alweer de week erop, donderdag. En ik heb nog steeds deze video niet online gezet. Ik heb een beetje verkouden. En dat komt omdat ik een beetje verdrietig was de afgelopen dagen. Omdat het uit is met Dennis. Na mijn reis. Dus dat is een beetje een gek gevoel natuurlijk. Maar goed, daar hebben we onze redenen voor. En we hebben het ook hartstikke goed samen afgesloten. Met een goed gesprek en gewoon een knuffel en een kus. Dus het ging gewoon, dat was gewoon prima. Maar ik ben er natuurlijk wel verdrietig onder geweest. Dus het voelde gek om dan mijn laatste week van mijn reis te uploaden. En dat ik iedereen verras van hoi, ik ben terug. Maar nu ga ik hem
online zetten. Als jullie dit zien, dan staat die dus natuurlijk online. En ik moet ook zeggen, misschien heb ik het al gezegd, ik weet niet meer. Dat vandaag komen de eerste kijkers voor de camper om te kopen. Morgen komen er nog kijkers, dus ik ben heel benieuwd. Ook weer een nieuw hoofdstuk die ik ga... Een volgende stap die ik ga zetten, een hoofdstuk die ik ga afsluiten. Met de camperstel, hij wordt verkocht. Wel heel erg jammer vind ik dat ook natuurlijk. Maar ja, ik kijk ook gewoon heel erg uit naar de toekomst en wat dat me allemaal gaat brengen. Ja, ik zie het leven gewoon altijd heel positief in. En ik kijk altijd uit naar nieuwe dingen. Dus ja, ik ben ook weer gewoon heel erg benieuwd hoe het is in Amsterdam. En of ik inderdaad, wat mijn moeder zegt, je wordt overprikkeld in Amsterdam. Nou, misschien wel, maar ik zie het wel gewoon. Ik heb gewoon heel erg zin om weer even een vaste plek te hebben. Lekker in mijn appartementje. Ja. Dus jongens, als jullie het een leuke video vonden. You know what to do, bro. En ik kijk wel even, misschien dat ik nog volgende week weer opnieuw een weekvlog begin. Deze week heb ik dus even overgeslagen. Dat is ook oké. Als je eventjes niet zo lekker in je vel zit, denk ik. Dus we kijken even of ik volgende week een nieuwe vlog doe. Maar goed, ik ben niet meer aan het reizen nu. Dus ik weet niet of jullie dat nog zo interessant vinden. En we'll see. Bye! Toch nog een update erachteraan. Moes is verkocht. Ik heb al gehuild. Het is heel raar en het is ook fijn dat hij wel bij een leuk gezin terechtkomt. Maar het is gewoon heel raar. Om doei te zeggen tegen een camper. Maar je hebt er toch in gewoond. Het is echt je huisje geweest. Dus het is moeilijk. Ik zal zo meteen zien. Als ze wegrijden ermee. Ze komen hem om 7 uur ophalen. Het is nu 4 uur. Zou ik wel ook even een traantje moeten laten, denk ik. Maar alle spullen van mij staan nu hier bij mijn tante en oom. Ik laat het zo nog even zien. En hier blijf ik eventjes. Dan, wanneer ik een auto ter beschikking heb, kan ik mijn spullen naar Amsterdam brengen. Naar mijn vader, daar blijf ik tot ik weer in mijn eigen appartement in Amsterdam kan. Dus, heel gek allemaal. En ik weet dus niet, jullie zien mij niet meer volgende keer in een camper. Maar wel met andere avonturen. Maar ik weet dus niet, laat maar weten of jullie nog willen dat ik verder vlog.